Dit is deel 1 van onze vakantievideo. We gingen met het vliegtuig richting het warme zonnige zuiden. We trokken naar Rome in Italië. Logeren deden we in het Roma Art Hotel, zeker een aanrader, want dat ligt vlakbij de Trevi Fontein, waar iedereen naartoe wil. Je kon het ook zien, elke dag, elk moment van de dag stond er veel volk aan die fontein. Rome, dat is ook oude gebouwen. Veel oude gebouwen, die allemaal werden gebouwd in de tijd van de Romeinen natuurlijk, want die leefden in Rome. Dus overal waar je kijkt zie je ruïnes. En ook Julius Caesar, die uitkijkt op zijn stad, of hoe die er vroeger ongeveer zou hebben uitgezien. Rome is ook het Colosseum, ik kan er niet naast kijken, een kolossaal gebouw midden in de stad. Die iedereen wel moet fotograferen of een video van maken. Er zijn zelfs zoveel ruïnes dat ze nog bezig waren met opgravingen toen we ons hotel uitwandelden. Het was heel warm in Rome, dus besloten we ook een, een bustrip te doen. En passeerden we langs het Circus Maximus. En uh, passeerden we ook langs het buitenverblijf van de Paus, dit is de Engelenburg. Doordat het warm was, konden we echt wel genieten van de vele fonteintjes in de stad. En dit is hier de parking van de paus. Je ziet een heel rood plein, maar veel te warm om rond te lopen. We gingen dan maar schuilen voor de warmte in een Vlaams kerkhof, waar je enkel binnen mag als je de Nederlandse taal of het Duits machtig was. Dat waren we dus niet helemaal. Rome, dat zijn ook mooie, gezellige straatjes waar je lekker kunt eten zoals deze hier, maar een aantal dingen die waren kapot. Die waren in voorbereiding voor hun jubileumjaar volgend jaar. Dit was deel 1 van de video. Bekijk ook zeker het tweede deel.